De opnamekwaliteit van video wordt steeds groter. Hoe ga ik daarmee om? Met mijn video en mijn mediacomponent. De zakelijke markt gebruikt massaal online video, maar zoekt nog naar passende oplossingen als het gaat om opslag en distributie en dat soort zaken. En Media Lab die claimt hiervoor een oplossing te hebben. En mijn gast is hier in studio, Hans de Heus van Media Lab. Hans, hartelijk welkom. Ja. Jullie hebben de oplossing, hè? Wij hebben de oplossing. Ja, en mijn eerste, als ik dat dan voorbereid, denk ik, gast, online video, daar hebben we toch allemaal op. Noem maar op, we hebben YouTube, we hebben WeTransfer, Dropbox, One. Je kan toch overal je video kwijt? Je kunt hem zeker kwijt. Alleen daarvoor zit nog een heel stukje wat we eigenlijk allemaal niet zien. Het mooie wat ik net aanhaalde bij de dame van de visagie was al eigenlijk vanaf het moment dat... Je hebt het interview gedaan met de visagie. Ik heb het daar al afgehandeld. Is eigenlijk dat we vanaf het moment dat daar iemand de stoel uitloopt tot het moment dat wij het op de kanalen zien die je net noemt. Ja. Daar zit nog een heel stuk tussen. En daar met name, daar zit een stukje probleem waar wij prima kunnen oplossen. En wat is het probleem? Het probleem is dat de opnamekwaliteit van video wordt steeds groter. Ja. Dus het makkelijk van A naar B kunnen krijgen van een video, dat wordt voor iedereen een steeds grotere uitdaging. Ja. Wij hebben nu recentelijk een mooi intern voorbeeld. Als ik een vlog op wil nemen met mijn iPhone 11... dan kan ik dat eigenlijk al niet makkelijk vanaf mijn iPhone naar de editor krijgen. Want als het maar iets te groot is, dan gaat mijn telefoon zelf comprimeren, compressen. Ja. Ja. Ja, dat die biedt allemaal problemen. En dan hebben we het nog niet eens over een bedrijf. Je hebt wel gelijk, want ik moet inderdaad, want we hebben bij mij dit gesprekje is geloof ik al 20 gig of zo. Ja. Dat tikt nogal aan als je een dagje opneemt en je hebt een flink aantal gesprekken. Dan, maar is het alleen een transferprobleem? Want ik kan bij WeTransfer, kan ik inmiddels ook al een aardig hoeveelheid video. Nee, nou, wij komen echt van origine uit het transferstuk. Wij zijn ontstaan vanuit het probleem om een video van A naar B te krijgen, simpel als dat. Ja. In die tijd stapte echt nog een koerier met een video in een busje. Ja. Om bijvoorbeeld vanuit Aalsmeer iets op zender te krijgen in Hilversum. Ja. Dus daar komt het vandaan. Ja, ja. En in de loop der tijd zijn we wel doorontwikkeld op vragen vanuit de markt. Die waren eerst echt alleen maar voor de mediabedrijven en de zenders. Maar tegenwoordig zien we die problemen, zoals ik al aangaf, ook bij andere partijen. Ja. Dus wat hebben we eraan toegevoegd is een stuk comment kunnen geven. Dus dat je kunt reageren op een video inhoudelijk om te zorgen dat eventueel de final, de dev, ja, noem alle varianten maar die in je mailbox verschijnen, dat die ook daadwerkelijk op die manier worden behandeld en opgelost. Want leg het product eens even goed uit. Want jij werkt met name dus, het is puur B2B. Hè? Je werkt voor zaken op de markt. Ja. En is aan de ene kant media, maar het zijn inmiddels ook grote corporaties. Gewoon bedrijven die veel met videocontent doen. Ja. Die gebruiken jullie. En wat is het product? Beschrijf het hele product eens. Het product is eigenlijk gewoon heel simpel een cloud-oplossing waarin jij een omgeving kunt creëren waarin makkelijk video van A naar B gestuurd kan worden. En delen, zonder dat het daadwerkelijk aan de andere kant gedownload dient te worden. Aha. Dus ik kan gewoon inloggen, stel wij samenwerken, en dan geef jij mij een mailtje met een linkie en ik kan online naar een dikke video kijken zonder dat ik hem naar mijn... Ja, wij maken van alles wat er in Media Lab geplaatst wordt een kopietje, zoals we dat noemen. Daar hebben we allerlei mooie vaktermen voor, maar dat zal ik zo even op deze manier laten. Ja. En dat kopietje, dat is wat jij eigenlijk op dat moment makkelijk deelt en kunt reviewen, maar ook kunt doorzetten. Maar dat hoeft niet ten alle tijde gedownload te worden om dat te doen. Dus wij zorgen eigenlijk ook voor een stukje tijdswinst in die keten. Voor reviews en voor het feit dat mensen moeten beoordelen en dan moeten we iemand anders mee verder. Dat soort workflows zitten. Ja, workflows. Workflows is inderdaad een van de termen. Een video workflow van A tot van begin tot eind. Eigenlijk van idee tot productie. En wij zitten, en daarna komen pas eigenlijk al die partijen die je net noemde. Ja, ja. Want dan heb je een final product. En dan gaat het richting publishen. Ja, en dan gaat het richting publishen. En dan gaat het grote wereldwijde web in. En wij pretenderen ook zeker niet daar te zitten. Wij zijn eigenlijk het voorportaal voor al dat soort zaken. Ja, ja, ja. En hoeveel partijen zijn? Is er veel concurrentie op dit vlak? Nou, uiteraard is er flink wat concurrentie. Maar wat je ook veel ziet is dat het heel veel buitenlandse partijen zijn. Ja. Niks mis mee. Maar, inderdaad. Door de snelheid waarmee het moet gebeuren, wil men toch snel gaan kunnen schakelen met een Nederlandse partij. Vraag kunnen stellen, kunnen bellen, kunnen mailen. Binnen een paar minuten eigenlijk iemand al aan de lijn kunnen hebben. En even kijken met, hey, dit of dat lukt niet of is niet aangekomen, hoe zit het? En daar kunnen wij er toch op dit moment nog wel goed mee winnen. Hey, en Media Lab, want jij bent in charge van Media Lab. En ja. Media Lab, is dat onderdeel van een groter... Want hoe ziet de structuur van het bedrijf eruit? De structuur ziet er zo uit dat wij inmiddels PQR... dat is een grote IT-dienstverlener uit het midden van het land. Daar waren wij door een aantal overnames een onderdeel van. Ja. Maar wij zijn op dit moment bezig om verder te verzelfstandigen. Waardoor we dus... wel PQR nog steeds als incubator hebben. Ja. Maar waarbij ik zelf een van de aandeelhouders zal zijn. Ah. En nog een derde partij.
Oké. Okay. Ja. En zelfstandiger de markt op kunnen. Ja. Ja. En kun je dan de concurrentie wel aan? Want ik kan me ook voorstellen dat er een paar grote spelers, met name internationaal, op dit vlak. Want dit is natuurlijk een waanzinnige groeimarkt. Het is een enorme groeimarkt. Ja. Kunnen we de concurrentie aan? Ik denk van wel. Ja. Of sterker nog, ben ervan overtuigd. Een mooi voorbeeld daaraan te tekenen of is, daarvoor is dat wij recentelijk met RTL Nederland ons contract hebben kunnen verlengen. Ja. Dus die hebben het vertrouwen in ons uitgesproken om weer voor de komende jaren het aanleverportaal te zijn voor alles wat je op zender ziet bij RTL. Dus dat zorgt er wel voor, denk ik, dat wij als een partij als Nederland, en een relatief klein inderdaad vergeleken met alle grote die om ons heen zijn, wel ons aandeel verdienen en ook kunnen behouden. Hoe noem je jouw bedrijf dan eigenlijk? In. Ja, als een soort van soort bedrijf. Als ik wij zijn een transfer tool. Ja. En dat is, het is heel moeilijk af en toe om het echt de vinger erop te leggen. Ja. We zitten nu toevallig, terwijl ik met jou zit te praten, wel midden ook intern in een soort exercitie om die propositie nog iets scherper te kunnen krijgen. Omdat alleen een transfer tool doen we onszelf tekort. Huh? Ga je dan naar een review en een proof en je gebruikt die termen, dan zal een corporate minder snel zeggen, wat bedoel je ermee? Ja. We zijn heel erg ook nog video management. Ja, video management inderdaad. Huh. Want waar heb je het over bij RTL? Ik bedoel, ik noem dan net heel stoer 20 gig voor een aflevering. Alles wat jij op zender ziet, behalve is de live, wordt aangeleverd over ons portaal. Maar dat is mijn partij data. Ja. En hoe doen jullie ook hosting en alles? Dat zit allemaal. Wij hebben ons eigen platform op dit moment. We hebben ook een platform voor RTL. Dus het is net afhankelijk van de klantwens. En we kijken ook heel erg goed. Dus wij snappen ook echt heel erg goed de techniek die erachter komt om een afgestemde oplossing te bieden naar de klant toe. Inmiddels doen we natuurlijk ook een hele hoop activiteiten al op de public cloud. Maar het is net heel erg afhankelijk. We hebben Nederlandse partijen die eisen dat de content ook die zij produceren niet de Nederlandse grenzen verlaat. Ja, ja. En dan kunnen wij heel goed onze eigen oplossing bieden. Is het een traffic technisch, en dan bedoel ik met dataverkeer, heel erg belastend platform, dan kun je ervoor kiezen om een on-prem oplossing te kiezen. Ja, ja. Is het een partij on-prem is op de plek van op de locatie van de klant zelf. Omdat je dan bijvoorbeeld, doordat er heel veel intern verkeer nog een keer is, dat niet wil hebben naar buiten toe. En een derde oplossing kan zijn juist wel die public cloud. Ja. Inmiddels bieden we ook op een soort doorontwikkeling archivering. Want wij waren altijd een soort werkportaal, ook zo moet je het noemen zien. Waarbij de dagelijkse productie van een maand, twee maanden, drie maanden altijd stond. Ja. Tot max een jaar. En dan kon het nog een keer nagekeken worden. En dan dacht men van oké, en nu? Ja. En toen zagen wij tot een aantal jaar geleden nog dat dan eigenlijk nog handmatig alles werd gedownload en op disken in een kast verscheen. En daar bieden we nu juist weer een oplossing van oké, stel nu dat we daar de archiveringsoplossingen van de grote public clouds aan kunnen kopen. Zodat je al je content, bijvoorbeeld bij jou, je hele archief, in een wat lagere en goedkopere opslag kunt wegzetten. Niet altijd oproepbaar, maar wel, mocht het relevant zijn, dat het in ieder geval indexeerbaar. Is. Maar dat kan wel in de knaken lopen, toch? Nou ja, ik zie heel leuk. Nee, ik sta even online te kijken. Toen dacht ik ook, een abonnement, prijzen. Maar ik zag in ieder geval een businesspakket. Dat was dan nogal best. Zat je al aardig in de dingen. Maar dat was voor 500 gig. Toen dacht ik, maar dat is ook niet veel, 500 gig. Nee, nou, we zijn ook die propositie met betrekking tot die pakketten. Die wordt ook wat scherper. Ja. Maar waar je met name gaat kijken, het loopt wat het archiveren betreft, om daar nog even op in te zoomen. Ja. Dat is heel erg afhankelijk. Kijk, die public clouds die vinden het fantastisch als je het helemaal vol laat lopen. Dus erin, dat is niet zo duur. Eruit wel. Oh, ja, maar dat is ook natuurlijk met je archief. Je archief moet je ook zien als een verzekering. Ja, ja, ja. Kijk je naar ons product, dan zie je heel erg dat bij een dag zoals deze, met 500 gig, zul je krap aan wel uit de voeten kunnen. Ja. Daarna ga je nog één of twee keer met een klant of een partij schakelen. Dan komen we weer de final of de dev variant. En alles wat ervoor zit, gooi je of weg of stuur je door naar de klant. Ja, ja, ja. Dus dan is het echt meer, dan komt het weer op het transferring stuk. Dus zo zie je weer dat al die schakeltjes in dat. En jullie businessmodel is abonnementen of per use? Of hoe werkt storage. Dat? Ja, met name storage. Gekoppeld aan gebruikers. Dus echt de mensen die in het systeem inleggen. Ah, dat is gewoon een prijs per gebruiker. Ja, we werken nu ook wel met af en toe met een pay-as-you-go-model. Dus dan heeft het echt met het traffic stuk te maken. Maar wij merken heel erg, teruggrijpend naar onze ontstaanmarkt, de tv-industrie. Ja. Dan een fixed fee. Ja. Dat is wel heel prettig. Want dan kun je op een productie zeggen, oké, dit gaat het me kosten. Dus aan het eind van de streep hou ik dat over. Hey. En niet bandbreedte, usage, dat soort zaken. Want hoe doe jij je productontwikkeling? In huis. En wat wij komen
Ik ben er zelf in 2013 bijgekomen. Kwamen we echt wel uit een project-driven roadmap. Ja. Klant vraagt, wij draaien. Ja, ja, ja. En inmiddels stellen wij eigenlijk bij elke ontwikkeling... eerste vraag, heeft 8 van de 10 klanten de baat bij? Zo ja, dan pakken we het op. Als er een hele grote commerciële uitdaging zit... dan wil ik er natuurlijk een uitzondering op maken. Maar standaardisatie als het kan. Zo. Ja, zoveel mogelijk. Ja. We hebben een aantal keren meegemaakt dat we echt maatwerk leverden. En dat, nogmaals, dat kan. Maar wat je heel vaak ziet is dat bij het vertrekken van een aantal key players... dan bij dat soort aanvragen... ook de kennis en de behoefte van een dermatige stuk maatwerk verdwijnt. Ja. En dat zou ik zelf altijd willen voorkomen. Hoe belangrijk is... security, we zijn natuurlijk regelmatig steeds vaker ook afhankelijk van platformen zoals dit. Of het nou boekhoud is, of het is video, of het is wat anders. En dat gaat niet altijd even goed. Hè? Recentelijk nog met Citrix een hoop gezeik. Iedereen, alle ambtenaren konden niet meer thuiswerken, hè toch? Ja. En hoe belangrijk is security in jouw product en hoe heb jij dat geborgd? We zien die vraag steeds steeds meer komen. Met name ook omdat we natuurlijk die intrede maken in die corporate markt. Ja. Dus wij zorgen dat je bijvoorbeeld met single sign-on kan werken. Dat we koppelen aan de AD van de klant. Active Directory. Active Directory. Kijk, tech talk dit. Ja, jongen, ik heb een verleden. Ja, super. Ja, ja. Nee, maar daar kunnen we dus mee koppelen. Waardoor je dus in ieder geval een veel accuratere, gecentraliseerde log. Ja. We werken ook het liefst altijd met logins. Ja. Zoveel mogelijk gepersonaliseerd. Zodat je exact in een workflow overzicht of een workflow manager die we in het systeem hebben zitten, kunt zien wie heeft wat gedaan. Ja. Dus bij eventueel lekken of het eventueel verspreiden van content, kunnen wij al met elkaar heel goed terugvinden van oké, dat is daar of daar of daar gebeurd. Maar ook wachtwoord, karakter, eisen. Dat wordt steeds verder. Ja. Ja, het is afhankelijk van nogmaals ook weer wat de klant wil. Ja. Er zijn erbij die zeggen, ik vind het prima. We stellen het in als een soort aanleverportaal. Ja. Als een soort verzamelbak voor media. Iets minder. Maar wij hebben ook klanten die zeggen, nee. Het moet elke 3 maanden vervangen. Ik wil multifactor authentication erin hebben zitten. Kan allemaal. Hoe hard gaat de groei van opslag? Want ik heb het wel ik sta als dagvoorzitter regelmatig op een congres. En laatst noemde iemand het een milieuprobleem. Hè? De groei van YouTube, gewoon fysiek, hè, qua aantal computers. Hoe hard gaat dat bij jou als je het hebt over die opslag? Idem. Wij komen uit de tijd van SD. Je haalde het net al aan, een opname ongeveer 2 gig. Ja. En een episode was 43 minuten. Dan zit je nu ongeveer op de 120 gig per episode. Ja. En dat exact hetzelfde zien wij dus. Die behoefte zien wij ook. Wat je wel ook moet zien is hetzelfde, en dat zal je misschien zelf ook hebben, is hoe meer ruimte je geeft, hoe voller dat het komt. Ja. Er moet wel een... Zelfs met een huis. Of een garage. Hoe meer ruimte, hoe meer troep. Exact. Ja. En dat exact diezelfde exercitie dien je toe te passen op je cloudoplossing. Ze zal wel actief beleid op moeten zitten en niet alleen maar denken van, nou, als het daar staat, dan heb ik er geen last meer van. Dus daar zien wij ook dat men wezenlijk moet gaan nadenken over hoe ga ik daarmee om? Met mijn video en mijn mediacomponent. Ja. Ja. Want er zal, en dan heb je weer heel veel krachten binnen een partij. Want je hebt een IT-manager die vindt er wat van vanuit zijn expertise. Ja. Maar een Marcom-medewerker die zal zeggen, ik heb het allemaal nodig en ten alle tijden. Ja. En zo gaat het maar door. Interne stakeholders moeten er altijd bij kunnen. Maar externe stakeholders zullen er ook altijd bij moeten kunnen. Ja. Dus security-wise, toegang-wise. Daardoor is wel een public cloud, of in ieder geval een cloud-oplossing, is wel veel handiger. Ja, en is het altijd alleen maar video? Want ik kan me voorstellen dat je dit ook zou kunnen uitbreiden naar hele andere soorten assets die ook een soort workflow management kennen. Nee, video is wel onze key. Dat is waar wij de meeste expertise in hebben. Maar bij ons kun je gewoon video, foto's, audiobestanden en overige documenten. Met overige documenten zien we met name Office 365 of PDF's. Wij maken er een plaatje van. We zijn geen editor. Maar goed, stel dat jij bijvoorbeeld van zo'n dag als deze de complete samenvatting met een call sheet mee wil sturen. Maar ook eventueel met een Excel waarin de kosten breakdown. Wel. Kan er allemaal in. Verzamel je op 1 plek. En iedereen kan er ook gewoon of vanaf zijn webbrowser of vanaf zijn mobiel gewoon zo doorheen scrollen, kijken. En op video, audio en foto's eventueel reageren. Op een Word-document zul je het altijd, of een Office-document zul je het altijd binnen moeten halen. Ja, om er iets mee te doen. Ja. Hey, en hoeveel klanten hebben jullie nou? Of tenminste, wat is de schaalgrootte van Media Lab nu, zeg maar? Met hoeveel mensen, hoeveel klanten? Wij zijn met een relatief klein team nog. Dus we hebben nu 10 man in Nederland. Ja. En we hebben meer dan 100 klanten nu. Waarbij het gros nog steeds wel in de tv-industrie zit. Ja, ja.
Maar we maken, wat ik al zei, de overstap naar de merken. Ja. Maar we hebben ook al internationale klanten. Je ziet gewoon dat om ons heen in de landen de behoefte is. Dus we hebben al een aantal klanten in Duitsland, een aantal klanten in Scandinavië, een aantal klanten in Engeland zitten. En dat gaat de komende periode aanzienlijk veranderen. Ja, met name die zakelijke markt, dat gaat natuurlijk enorm hard groeien. Die, willen, ja. die gaan allemaal aan het video. Ja, nou ja, ja. En je ziet dat voor ons de Nederlandse tv-markt, daar doen we inmiddels RTL, Talpa, maar ook de publieke. Dus daar zullen we met name internationaal gaan zoeken. Ja. Maar het voordeel van een Amsterdams bedrijf is dat als je in een radius van 15 kilometer om je kantoor heen ongeveer alle merken aan gaat schrijven, je het hoofdkwartier van de Europese grote merken zo'n beetje te pakken hebt. Ja. Dus daar zullen we ons zeker op gaan richten. Pak jij ook je sales zo aan? Ik kan me daar zomaar iets mee voorstellen, of niet? Ja. Want doe je, ben jij zelf ook echt degene die de sales doet van het bedrijf? Nee, ik doe het nog met een aantal meer. Ja. Maar ik ben er wel, met name voor de grotere accounts, ja, op dit moment nog wel de kartrekker. Ja. En jullie zijn een Amsterdams bedrijf? Ja. Wil je het zo zien ook? Ja, zo wil ik het ook zien. Zo willen we profileren onszelf ook. Ja. Ik denk ook wel met die gezonde inslag dat we op die manier de markt tegemoet treden. Ja. En dat gaat tot nu toe nog steeds goed. Ik wens je daar heel veel succes mee de komende jaar. Absoluut groeimarkt. Ik ga er eens over nadenken met CVD-TV. Ik heb allemaal losse harddisks van al mijn hele archief. En wij kunnen altijd een keer met elkaar praten. Wij gaan eens doorpraten. Dankjewel voor dit gesprek, Hans. Leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En dank voor het kijken naar weer een aflevering van Profile hier op cvdtv.nl. Wil je meer zien, dan abonneer je op ons YouTube-kanaal. Kun je ze allemaal bekijken, wanneer je maar wil. Dankjewel voor nu. Hoi.